Ja, we gaan komen. Kom, 1, 2. Joehoe! Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. En hierachter hebben we Amber. Ja. Het is vandaag zondag 9 juni 2024 en het is nu net 6:30 geweest. Ja. Verklaar mij maar voor gek. Ik weet het. Maar ja, hey, we zijn wakker. Ja, vraag me niet hoe, maar oké, dat maakt niet uit. Jullie zien ook gelijk de GoPro. Ja, dat klopt. Die heb ik ook mee. Ja, die heb ik ook mee. Echt wel. Zeker heb ik die mee. Ja, 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 ja. Maar wat we gaan doen, dat wordt zometeen allemaal lekker duidelijk. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Hi dan. Ook heel leuk gedaan zo, ja. Maar die wonen hier, die hebben ook een heel groot huis. Okay. En die wonen hier niet, sorry, die zijn hier dan in mei tot september mee zo heen. Dat is hun boot, heb ze voor een ton. Maar wees er blij mee. Ja, het is wel weer vochtig, hè? Lekker, lekker. Hier is allemaal strand, allemaal heel veel door. Tot daar helemaal. Twee rode van de busjes. Heel lang water. Ja, heel lang. Hier zijn ook de plekken brand. Ja, we zijn dus nu lekker even aan het lopen met Henny en Carla. Ja, gezellig. Heerlijk. Even een rondje lopen. Ja. Ja, goed. Hij blijft ook gewoon zitten. Ja, ik kan dit een beetje zitten. Wat ben je moe? Kijk, is hoe mooi. Nee, maar als je er langs gaat lopen, dan loop je in. Dus het is niet zo terug. Dat is hetzelfde stuk. We zijn bijna rond. Op 200 meter. Dus dat is het concept. Nee, super kiep. Hola. Hola. Ja. Hola. Koud zeg, jeetje. Oké. Op het zoute water. Gek.
Dat is leuk, man. Heel gaaf. En in de zee zwemmen. Jee. Hi. Finity. Wat zei je nou? Een paar mooie visjes gaat vinden. En duik... Nee, ik ga niet die duiken uit. Kijk eens uit. En je kan hier gewoon zien. Ja, als het verder gaat niet. Kijk, hier wordt het al niet op. Waarom niet? Zo. Het is echt lekker weer. Water, hè? Ja, zo. Zo lekker. Ik zwem nooit in de zee, en zelfs in Den Haag niet. Nee, maar dat, die zee vind ik ook smerig. Ja. Dat laat het hartstikke groen. Zo gaaf hier. Ik ga daar een kader, die gaat nooit zwemmen. Ik wel, ik vind het heerlijk. Ja, heerlijk. Alleen het is eventjes voor mij verwennen. Ja, dan ben ik even altijd een beetje aan het spartelen. Maar joh, als je dit ook nooit doet, nee. Dan is het ook wel logisch, weet je. Amber, kom op. Hè? Vissen. Allemaal vissen daar. Nee joh. Ja. Ja, dag. Fuck jou. Fuck jou, joh. Babyhaar. Ja, die zit hier niet. Ja. Ja, dat is en dat is prima met jou. Hij zegt dat ik niet. Ja. Right. Ik wou het net zeggen, ja. Hier, right. Alsof dat er hier al was en dan waren ze al hier geweest, hoor. Ja. Lekkerder dan of niet? Als je er aan uitkomt, dan voel je helemaal, helemaal opgepompt. Vol met energie. Ja. En zo zit je in de zee. Ja, in Kroatië. Lekker, man. Heerlijk. Wat? Film eens even vanaf die vlogcamera. Hop. Hop. Ja, tuurlijk. Dat jij dan. Het is mijn werk, hè, vloggen. Ik weet het niet. Nog niet. Maar wat is dit eigenlijk, hè? En wat hier ligt? Dit is gewoon een steen. Nee, joh. Ja, gewoon een brok steen. Nee, gewoon een stuk steen. Ja, dat is een baby hier, kijk. Oh, dat is zijn moeder, kijk. Ja, leuk, man. Ik ga eruit. Yep, ik ga met je mee. Kijk, Amber is nu ook aan het filmen. Leuk, man. Zo grappig, hè, Amber? Ja, hè? Kijk maar.
Nou, en hier lag ik dus net te zwemmen. En die beelden die zien jullie ook zometeen. Hier, net al. Kijk dan. Kijk, allemaal kleine visjes. Lekker man. Ja, en hier heb ik dus net lekker gezwommen. Heerlijk. Maar zout, dat wil je niet weten. Ja. Ja, ja. Het zijn mensen die mosselen gegeten hebben, die de schelden weggegooid hebben. Gewoon. Dat is allemaal leeg. Nee hoor, hiervoor ligt er eentje nog vol. Ja. Ze zijn allemaal leeg. Nee? Nee. Daar ligt zo. Waar? Hier, precies hier, ja. Die ligt op zijn kop. Niet. Je ziet toch de binnenkant? Ja, maar... En maar die... Er zit echt iets in. Er zit niks in. Er zit iets in. Gegooid hier. Vuile vieze rikje. Ze zijn allemaal leeg. Er zijn mensen die hebben mosselen gegeten, die hebben dat hier neergegooid. Kijk dan, je kan ze hier al zien, het is allemaal leeg. Maar wij dachten ja, mosselen. Ja. Jammer joh. Want ik kon het me haast niet voorstellen. Ja. Van een mosselpannetje wat ze waarschijnlijk hier gegeten hebben. Ja, zal best. Zo. Zo, vind je bier hier. Leuk man. Ik ben niet leuk voor een foto. Nee. Recht naar achteren toe. Bunny, bunny, bunny. Laatst hadden we er 5. Nee joh. Vorige week. Daar hebben we nog op Facebook gezet. 5 stuks. Hij zit daar nog. Je kan het, hij zit daar. Kijk, het is die bomen. Oh ja, dan zit hij vier blijven zitten. En dan even achter de jongen. En dan gaat hij. Zo heb ik al, met 2 ritten, een reetje gezien. Ja. Zie ik gewoon aan de weg zit dat er gewoon een reetje. Zo'n klein hertje. Zo. En zo lekker is het maart, de februarimarkt is hier. Nog niemand. Loopt je helemaal alleen op de camping. Ja. Nou, eventjes. Een paar uurtjes weer een beetje slaap gehad. Het is nu al 7:15 in de avond. Ja. Maar ja, morgen weer terug. Ja. Dus daarom ook weinig gevlogd vandaag. Ook niet de deur uit geweest. Nope. Nop nada jento helemaal niet. Maar Amber is wel lekker aan het koken. Dus ik ga zo eens even kijken wat Amber aan het maken is. Ik weet al wel iets, pasta. Dus ja, dus dat is wel leuk, pasta, dat is dat ze lekker pasta gaat maken. Dus ja, en dan loop ik zo meteen nog eventjes een klein blokje hier in Medulin. En dan eventjes zo even of het nog wat even uit de auto halen, denk ik zo. Yep. Dat
ga ik zeker doen. Even kijken of ik nog wat van Amber weg moet gooien. Dus het komt helemaal goed. Echt wel. Komt helemaal goed. Dus ja, lekker even. Ja, heerlijk. Ach ja. Ja. Ja, ik ben gewoon eventjes nog moe. En maar dat is ook logisch. We hebben de hele week echt heel veel dingen gedaan. Ja, en nu is het gewoon weer eventjes to the basic. Even rust, even niks. Even gewoon helemaal chill. Helemaal perfect. Kan niet beter als dit, echt niet. Dus ja, ik ga nog zo meteen even lekker genieten van een wijntje. Daar moet ik ook eventjes even naar de auto toe lopen. Ja, even nog een wijntje. Ja, echt wel. Zeker. Dat ga ik echt zeker doen. Even genieten van een simpel wijntje. Ja. Dus ja. En ik ga ook zo nog even gauw bellen. Misschien dat hij nog iets heeft of zo. Ik weet het niet. Echt wel moe. Dus ja, dan weet ik dus ook dus even dat als ik vandaag even heel weinig ga vloggen. Vandaag geen idee hoe en wat, maar oké, maakt ook niet uit. Maar ik maak er wel weer wat van mijn vies. Ga eens aan de kant, kutbeest. Sorry, voor mijn taalgebruik. Ja, ga eens aan de kant. Oefen. Goed zo. Top. Dus ik ga even deze rollaar even open doen. Ik kom weer een beetje verlichting hier. Lekker licht. En dan ga ik eventjes kijken of ik deze weg kan pleuren. Even, even naar de auto toe lopen, dat ga ik doen. Dus dat. Even een klein stukje lopen. Ik ben gewoon een beetje benieuwd hoe het hier er nog een beetje verder uitziet. En hey, ik ben even buiten, weet je. Ik ben gewoon even lekker buiten. Dan moet je kijken hoe mooi al deze huizen zijn. Het heeft wel iets, zeg maar, hier. Aan deze kant heb ik nog nooit gelopen. In deze hele week. Dus ik neem jullie even mee. En het regent een klein beetje. Kijk, een klein beetje spatjes. Dat zie je ook. Maar hey, kijk eens hoe mooi hij. Wauw. Kun je hier dus ook niet naar beneden. Ergens. Helemaal daar weer uit. Oh, wauw. Ik weet niet of jullie het zien. Heel gaaf. Zal je hier maar zitten? Kijk dan. Hoe mooi. Lekker man. Ik ga gewoon een klein stukje lopen. Even nog. Ja joh. Dat is toch even leuk. Even een stukje lopen man. Waar kom jij vandaan? Oh, ik weet het zo. Oh, even een klein stukje lopen. En die kleuren vind ik ook altijd zo mooi, hè? Al die kleurtjes, zo mooi. Zo gaaf. Hier kan het gewoon allemaal, hè? Allemaal kleuren. Hier wel. Maar waarom kennen we dat gewoon weer niet in Nederland? We hebben al deze mooie... Gewoon dit en dit soort stijl huizen. Waarom niet? Ik snap dat niet, hè. Echt niet. Ik snap het echt niet. Kan aan mij liggen, maar hey. Ik weet ook totaal niet waar ik nou naartoe loop, maar dat maakt me ook even niet zo heel veel uit. Ik vind het gewoon even leuk om even een klein stukje te gaan lopen. Even, ja, vind ik gewoon even leuk. Lekker man. Lekker, lekker, lekker. Kijk dan. Even een beetje heuveltje op. De borden lijken heel veel op Nederland. Maar je moet ook hier heel goed op letten. Dan wil ik eigenlijk gewoon weer die kant op.
kan ook nog weer verder die kant op. Maar gewoon even een kleine rondje. Daar is het water ook alweer. Ja, dus. Mooi man, ja. Nou, en deze komt dus gewoon hier vandaan, zeg maar, Pula. Kenteken van hier in dit stadje. Nou, en ZG, dat is namelijk Zagreb. Zagreb, ja, Zagreb. Ook weer wat geleerd, jongens. Wat zeg ik, zo mooie kleurhuizen gewoon. Waarom niet bij ons? Kijk, en weet je wat ik ook leuk vind? Dat zijn die schoorstenen. Dit zie je echt overal op elke huis. Gewoon echt op elke huis heb je van zulke schoorstenen. Zo grappig. Zo leuk. Hey. Kijk, alleen hier heb je weer een andere. Kijk, als daar. Nou, dat is weer een hele andere. Maar over het algemeen, wat ik dus net eerst liet zien, heb je al van die soorten, dingen. Van die schoorstenen, zeg maar. Maar het is hier zo lekker rustig. Gewoon even vandaag even helemaal niks. Heel lekker dit even. Even een klein stukje lopen, lekker man. Heb je hier ook nog parkeerplaatsen? Tik erop. Maar dat zeg ik, je moet eens kijken. Hoe mooi. Je hier dan kan wonen. Zo dan, de knetters. Ik vind het zo mooi hier. En ja, jullie mogen best weten. Eigenlijk wil ik hier ook niet weg. Heb ik ook al tegen Roger gezegd. Ik heb het hier zo naar mijn zin. De rust. De warmte. Ik heb totaal geen last van mijn reuma gehad. Gewoon niet. En ook niet van mijn acne, zeg maar. Het is zo weird. Zo raar. Zo, en dan zijn ze hier ook dus aan het bouwen weer met huizen. Kijk. En dat is in geel, weet je. Ik vind het zo mooi. Waarom kan het gewoon bij ons niet? Ik vind het vervelend. Nou, en dat worden dus nieuwbouw. Huizen. Lekker man, even. Klein stukje lopen. Kijk. Leuk. Heb je hier weer? Een parkeerterrein wat helemaal niks doet. Ja. Handig. Parkeerterrein wat helemaal niks doet. Ja. En dat is trouwens een appartement. Appartementen. Appartamani. Cube. Ja. Cube weet ik het. Sorry als ik het verkeerd uitspreek. Maar ik heb het ook al gehoord van Henny en Carla. Dat Kroatisch. Zijn taal. Moeilijk is. Dus ja, en als het moeilijk is, dan is het moeilijk, maar... Het is wel een pok in het rijden, maar hé, hey, dan zit je wel in een fantastisch land. Zoals Kroatië. Ah. Oh, moet eens kijken, man, hier. Even een klein stukje omlopen. Lekker, man. Dit is toch fantastisch. Gewoon even op mijn laatste dag. Even gewoon een klein stukje lopen. Misschien ga ik dat straks ook nog even doen. Maar dat ik dat dan de andere kant even oploop. Gewoon wat meer het dorp in. Dat zou ook kunnen vanzelf. Sorry. Maar het is hier zo fantastisch mooi. Zo fantastisch mooi. Zo fijn. Ik kom ook gewoon eigenlijk nu pas een beetje bij. Petje op. Oké, petje op. Dat is wel. Geen idee. Oh, ja, petje op. Zo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen deze morgen. Petje op, dierenwinkel. Ja, petje op. Een dierenwinkel. Alpet, ja.
Gewoon random. Op knop 112. Ja. Oh, weet je wat ik? Ik zie weer een leuke kleur. En dat is ook zo fantastisch. Kijk, gewoon random. Een hele gele huis hier. Gewoon random. Ik ga even een foto maken. Ik zet jullie even gewoon neer. Dat gaat mij hopelijk wel lukken. Zo. Ga ik mijn telefoon pakken. En gewoon een mooie foto maken. Hoppa. Ken gewoon. Het ken gewoon. Zo, foto's gemaakt. En het gaat nu ook harder regenen, heb ik in de gaten. Maar hey, dat mag de pret niet drukken. Ik ga jullie weer pakken. Hey. Ja, en daar ben ik alweer. Haha. En er is ook een hotel of zo, denk ik zo. Ik zie weer van alles. Ik zie echt weer zoveel. Maar hey, dat maakt me echt even niet uit. Je hebt hier ook weer een grill. Ja jongens, dit is zo fantastisch mooi. Zo mooi. Kampen. Ja, meter. Ah, oké. Ik weet alweer waar ik zit. Ik weet alweer waar ik ben. Ja. Ja, ja. Ik zie alweer waar ik ben. Maar hier echt zoveel groente en fruit. Kijk dan. Gewoon random, hè. Kijk dan. Gewoon random. Dit. Hoppa. Hier ook weer ijsjes. Dit zie je echt heel veel. Ijsjes. Gewoon echt overal weer ijsjes, 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 ijsjes. Luchtbedden. Winkeltje. Leuk man, dit. Dit is zo leuk. Waterschoentjes. Hoedjes. Leuk man. En daar hebben we weer groenten. Dat zeg ik. Je ziet dat hier zoveel. Echt heel veel. Maar hey, dat mag, dat zeg ik het ook al, dat mag de pret echt gewoon niet drukken. Echt niet. Lekker man. En dan hebben we hier dus ook weer groenten, fruit. Gewoon, het kan gewoon. Moeten we in Nederland komen? Nou, ik denk niet dat Nederland hier blij van wordt hoor. Overal op de hoek van de straat. Dit is zo leuk man. Gewoon al deze dingetjes hier. Het kan gewoon. Het kan gewoon allemaal. Moet je bij ons komen. Huh. Ja. Leuk man. Olijfolie. Maar dan kan je hier nog even lekker zitten. Leuk man. Zo'n. Kijk, en dit vind ik dan weer gewoon knus. Zeg gewoon. Ren hem op straat. Hartstikke idee. Je kan overal naartoe kijken. Ja. Het kan gewoon. Wel ja. Het is hier zo lekker. Gewoon even een kleine. Even kijken hoe mijn auto erbij staat. Want ik heb wel gezien dat Henny zijn auto helemaal vol met zand zit. Sahara zand. Kijk, en dit is weer wat ik bedoel, hè. Die schoorstenen. Die schoorsteentjes. Vind ik zo mooi. Vind ik zo mooi. Mijn auto ziet er ook niet uit, volgens mij. En echt, mensen. Ik ga, als ik weer in Nederland ben, woensdag, ga ik mijn auto wassen. Hij ziet er niet uit, jongens. Mijn auto ziet er echt verschrikkelijk uit. Die is niet meer schoon meer. Die is gewoon vies. Dus, zou ik zeggen. Oh, wat ziet mijn auto eruit? Oh, wat ziet dat ding eruit, jongens? Dit is vies. Ja, hier moet je kijken. Dit is vies, jongens. Oh, hij is echt mega vies. Oh, zo vies heb ik hem nog in geen tijden gehad. Echt waar niet. Serieus niet. Ik ga een foto maken weer. Zo vies is hij in tijden niet geweest. Echt niet. Hij is in tijden niet zo vies geweest. En mijn dinky toy.
Dit is echt gewoon zand. Hier, ik kan gewoon nu zelf vies erop schrijven. Vies. Dat is je zeker. Ja, kind, je bent vies. Oh, dit ziet er echt niet uit, jongens. Oh. Ja. Nou, ja, nee, maar ik ga niet weg. Nee. Hoeft niet. Yes. Kijk. Even kijken. Hij is vies, jongens. Oh, hij is vies. Kijk. Ik kan gewoon echt serieus vies opschrijven. Joehoei. Kijk, gewoon even een uitroepteken. Zo, goedemorgen. Joepie. Hij is echt mega vies. Zo vies is hij echt nog nooit geweest. Ah. Ja. Dat dus. Nou ja, ik moet even wat pakken. Ik heb aardig wat mee. Dus even zometeen even mijn tas even goed inpakken. Dat ik ook even wat dingen in mijn tas doe. Dat ik niet alles hier allemaal als rommeltje heb, zeg maar. Ik kijk ook heel slecht tegen rommeltjes. Kijk. Hoppa. Daar naartoe. Ro dit hier gedaan. Hoppa, kom daar maar weer. Nou, ik ga weer even dit even beter indelen. Het komt zo weer terug. Mijn auto niet schoongemaakt van buiten. Nee. Ik heb eventjes mijn spulletjes mee die ik heb gekocht gisteren bij Teddy. En even mijn troep uit de auto gehaald. Dan kan dat ook weggegooid worden zometeen. Heel mijn goud. Ik weet al waar ik dat weg kan gooien nu. Dus dat is dit is wel chill, zeg maar. Ik ga gewoon even hier. Ja. En het is nou ook zo lekker druk hier. Hè. Heerlijk. Zalig. Ja, nou dat pleur ik even hiervan. Helemaal top. Nou, mijn troep alweer weggegooid. Ja, nou ga ik weer naar het appartement. Even ook deels alvast mijn tas weer een beetje inpakken voor morgen. Vind ik morgen even iets minder te doen. Dan alleen mijn bed even af te halen, et cetera. Lekker man, een busje. Ja, lekker man. Heerlijk, eventjes nog een avondwandelingetje. Een beetje spatjes regen gehad. Nee, dat maakt allemaal niet uit, joh. Hè? Nee. Heerlijk. Ja, dat wat we sparen om hier weer naartoe te gaan. Ja, heerlijk man. Dit is zo fijn. Weet je wat hier ook groeit? Aloe vera. Kijk, aloe vera. En een vijgenboom. En een granaatappelplant of boom. Dat weet ik ook al. Want, dus even laten zien aan jullie, want dat hebben wij gisteren gehoord, zeg maar. Of nee, vanochtend. Dit is even een stukje verder. Kijk. Dit hier. Dit is een granaatappelboom. Plant. Dit hier. Ja. Dit is dus een granaatappelboom. Ja, dat is geen plant. Dus dat. Dan ga ik even oversteken, want er zijn ook nog mensen die er misschien niet op willen. En toch vind ik deze ook schattig, hè, dit huisje. Ik moet ook eens even mooi gaan hier even doorheen lopen. En dit is een vijgplant, volgens weet ik... Nee, niet. Weet ik eigenlijk niet. Maar ach, geen idee, ik vind het allemaal best. Ik vind het allemaal goed. Ik vind het alleen maar lekker hier. Even mijn rolluikje open gedaan, heerlijk. Even lekker doorluchten ook, heerlijk. Dat dus. En even dat even lekker in de koelkast. Kan het vanmorgen even lekker koel worden. Oeh, mooi BMW. Oeh, dat is hem. Geen idee. Als Alex dat weet, mag je het zeggen. Leuk man. Nee, dat zeg ik. Ik ben er alweer. Kijk. Heb ik even een leuk blokje gedaan. En met jullie. Heb ik toch weer even een vlog gevuld. Van eigenlijk even helemaal niks. Naar in één keer eventjes een vlog maken. Ja, hoe kan het leven raar zijn, hè? Ja, dat dus. Nou ja, ik ga lekker naar binnen. Ik ga mijn sleutels pakken. Dat krijg je dan hier. Dit is de kamer. Sleutel die ik, nou ja, de kaart. Nou ja, de kaart, maar het nummer even mijn kamer. Dit is even mijn kamer. Dit is deze tek is voor het hek. En deze is voor de voordeur. Ideaal. Lekker man. Lekker.
Lekker, 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 lekker. Wat zeg ik? En dan eens even wachten tot dat deze hek weer gaat. En dan kom je hier op je appartement. En wie heeft er lekker gekookt? Dat is Amber. Lekker man. Dus ik ga nu lekker even eten. Lekker tussen de Sahara-zand. Leuk man, Sahara-zand. Leuk man, ook dat hebben we hier. Ja. Dus ik ga even eten. Hoppa. Kijk eens aan, lekker jongens. En niks mis mee hoor. Is lekker. Lekker. Lekker man. Yummy, 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 yummy. Yummy. Echt. Niet jammer, maar yummy. Dat dus. Nou, ik ga het even verder weten. Ja, en toen lag ik weer lekker even in bed. Ik heb nou Roderick even lekker aan de telefoon. Bestanden even aan het doorsturen, wat ik ook al eerder wou doen, maar die zijn niet aangekomen. Nee. Dat vindt mijn telefoon een beetje moeilijk, maar hey, 126 MB van 126 MB van 1,38 gigabyte. Moet ik even doorsturen. Nou, hij is nu op 9%. Dus ja, we gaan eens even meemaken hoe en wat hij gaat doen. En ik ben gewoon een beetje moedjes. Ja. Dus dan ga ik lekker een beetje inhalen. Ja, een beetje, maar ja. Ik ben gewoon gebroken van afgelopen woensdag. Maar hey, dat maakt niet uit. Woensdag, donderdag, ik weet niet eens welke dag dat was. Maar hey, dat gaat, heb ik ook wel veel over voor Amber over gehad. Dus. En we hebben nog geen één kerstje gehad. Hey. Dat? Ja, dat dus. Maar je weet, ik... Jij weet vaak, ik en ik met vrouwen overweg. Dat is, en dat is al een hele grote kunst. Ik kan beter met en met mannen overweg en dan met vrouwen. Ja. Dus dan vind ik dit wel knap, zeg maar. Ja. Ja, ik kan gewoon vaak beter met en met mannen overweg. Gewoon, en gewoon in de mannenwereld. En dan de vrouwen, want jij iedere keer optutten. Ik kan daar niet tegen optutten. Doei. Hè? Jij moeder. Wat zeg je nou? Moeder. Ik versta er niks van wat jij zegt nu. Ja, dat weet ik niet, maar het zal. Dus, maar ja, de camera die staat ook aan, hè? Dank u. Dus, ach ja. Nee, maar dat zeg ik. Ik ben meer van de mannenwereld dan van de vrouwendingen, zeg maar. Ik kan daar niet zo goed tegen om. Ja, het is wel leuk voor feestjes, voor verjaardagen of voor andere dingen om je op te maken. Maar een hele foundation op je gezicht pleuren en poeder op je gezicht pleuren, ik ben daar echt niet van. Echt niet. Heb ik ook niet in huis hoor. Ik heb gewoon simpel mascara, oogschaduw en... Doe maar de koekoek en een beetje lippenstiftgeurtjes. Dat heb ik allemaal wel, maar voor de rest, het boeit me geen ene reet. Mensen moeten mij maar zo nemen zoals ik ben. Doe je dat niet? Heb je lekker pech. Dan kijk je toch maar eventjes naar, gewoon de andere kant op. Ja, ben ik ook makkelijk in. Dus dat. Dus ik ga straks, weet ik veel wat ik nog allemaal ga doen. Geen idee, lekker rustig, relaxen. Dat dus. Ja, daar ben ik dan weer. Gezellig. Lekker vanuit bed. Heerlijk. Ik heb het eigenlijk al eventjes uitgedaan, want anders heb ik er daar last van. Dat is niet zo fijn. Maar vond je dit nou weer een leuke vlog? Met de leuke activiteiten. Ik zou
zeggen, wil je morgen het niet missen? Hey, blijf dan vooral kijken. Tot morgen. Want echt, deze week was leuk. Dus ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet te abonneren. Vergeet zeker niet te liken. Vergeet zeker niet een reactie achter te laten. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.